We gaan richting de start en doen dat met de regerend kampioene Ineke Dedde. 77 vrouwen staan dan klaar bij de streep. Het is even voor achten. Dit is Lisa van der Geest. Daar Danielle Beckering, de oudste van het stel. En dan gaan we van start. En wachten op die knal, het officiële startschot. Ja, Beckering daar aan de leiding. Zou ze het nog kunnen? Vijfvoudig Nederlands kampioene op het ijs van de Waaijzenzee. Zij is een kind van de Waaijzenzee. En hoe mooi is het daar? Er ligt een dik pak ijs, bijna een meter dik. De onderste laag, het zogenaamde kernijs. De bovenste laag, sneeuwijs. En dat zou het wel eens zwaar kunnen maken in de loop van de dag. Want het zonnetje schijnt. Maar nu is het nog onder nul. Het wachten is dan op de eerste schermutseling. Wat een schitterend gezicht. De eerste aanval in de eerste omloop van 10 kilometer. En die komt van Jessica Merkens. Maar het is wel vroeg en je bent maar alleen. Merkens laat zich zien in haar geval. Het wachten is natuurlijk op versterking. En die versterking die komt er ook. Imke Vormeer. En Sarah van Vliet met z'n tweeën in de jacht op Merkens. Eerste passage zien we daar. Met de Merel Bosma in de achtervolging. Teamgenoten van der Geest. En Bosma heeft de taak om alles tot de orde te roepen. En dat lukt haar. We beginnen dus aan de tweede omloop van 10 kilometer. Met Vormeer aan de leiding en Van Vliet daarachter. Inmiddels is er wel een gat geslagen met het peloton. Maar het peloton kan dan vrij gemakkelijk weer aansluiten. Het is een verkenningstocht. Elma de Vries keek even achterom, is ook meegeslopen in de voorste groep. Het zegt iets over haar ambities. Ze heeft natuurlijk wat recht te zetten na vorig jaar. Maar deze kopgroep gaat geen stand houden. De samenwerking is er niet. Het is gewoon nog te vroeg in dit kampioenschap. Daar een tempoversnelling. Het lijkt op een versnelling van Iris van der Stelt. In het rode pak rijdt voor MK Basics. Van der Stelt goed op dreef dit seizoen. Leidt in de stand om de cup. Het zijn wedstrijden op kunstijs. Maar het rijden op natuurijs, dat kan ze ook. De dame daar in tweede positie in het rode pak. Misschien wel de beste van dit seizoen. Tauber rijdt nu op kop. Die kennen we ook nog. Tauber, een aantal jaren al goed op de Waaijzenzee, is nog jong. En maakte vooral naam op de mountainbike. Zij is de regerend Nederlands kampioene. Voor velen een verrassing. Deze Tauber met nummer 95. En dan een nieuwe uitlooppoging. Lisa van der Geest. Dat is gewaagd. Het is nog vroeg. We zijn amper halverwege de strijd. We hebben nog geen 40 kilometer afgelegd. Maar van der Geest gaat dan op avontuur. Ze wilde zich eigenlijk plaatsen voor de Olympische Spelen van Pyeongchang. Maar ze was tijdens het Olympisch kwalificatietoernooi niet goed genoeg. En gek genoeg raakte ze in vorm juist na dat kwalificatietoernooi. Gooide alles schroom van zich af. En wilde graag weer presteren op de Waaijzenzee, zoals dat de voorgaande jaren ook lukte. 3 jaar geleden won ze de Aard Koopmans Memorial. Vorig jaar de alternatieve Elfstedentocht. Wat zou het mooi zijn als ze nu een gooi kon doen naar de Nederlandse titel. Maar van der Geest laat je niet zomaar rijden. Hier rijdt Ineke Dedde met de gele schaatsen. Zij is de titelverdedigster. En zo is er sprake van twee machtsblokken. Paletschilderwerken, de ploeg van Elma de Vries en de titelverdedigster Dedde. En MK Basics, dat zijn de dames in de rode pakken. Maar van der Geest rijdt daar nog altijd alleen aan de leiding. Met in de achtervolging hier met nummer 19, Ineke Dedde. En zo rijden de favorieten achter elkaar aan en geven elkaar geen meter ruimte. En zo hoort het ook in een kampioenschap. Van der Geest heeft een behoorlijke sprint in de benen, maar durft dus ook aan te vallen. En dat pleit voor van der Geest. Maar ze krijgt geen ruimte. Wordt weer tot de orde geroepen en we kijken naar een groot peloton, weliswaar uitgedund. Omstandigheden blijven goed, het blijft een paar graden onder nul. En dat is gunstig voor de marathonschaatsers. We zijn dan ruim over de helft. We gaan weer naar Tauber. Tauber die in de categorie tot 23 jaar bij wereldbekerwedstrijden op de mountainbike voortdurend op het podium stond. Zesde werd bij het wereldkampioenschap en inmiddels Nederlands kampioene ATB is geworden. Dit is Ankie Itsma.
peloton weer enigszins tot rust gekomen. Maar dat is nooit van lange duur, want daar komt een aanval. En alweer Iris van der Stelt. Wat is ze sterk, wat is ze goed. En meteen reactie van Elma de Vries. En dan wil ook Kleibeuker in dat lichtblauwe pak aansluiten. Ja, het zijn wel de tempobeulen van het peloton. Van der Stelt moet je niet al te veel ruimte geven. De Vries heeft dat goed in de gaten en Kleibeuker kan inderdaad aansluiten. Als deze drie vrouwen wat ruimte krijgen, wordt het lastig. En dus wordt de achtervolging ingezet door de dame in het geel-zwart. En dat is Chantal Hendricks. De Vries hier aan de leiding. Gevolgd door Van der Stelt, dan Kleibeuker in het lichtblauw. En Chantal Hendricks op kop van het peloton. En weer komt het drietal niet weg. En dan hebben we inmiddels 55 kilometer afgelegd. En gaan we dus richting de finale. En is de vraag of de vermoeidheid een grote rol gaat spelen. Kleibeuker, normaal gesproken onvermoeibaar. Maar hier rijdt ze in een scheur. En gaat dus onderuit. Maar staat heel snel weer op. En kan dus aansluiten. Nog in het peloton. En ook gemakkelijk weer naar voren rijden. Dat is de kracht van Kleibeuker. Die eigenlijk weinig explosiviteit heeft. Dat is het probleem altijd van Kleibeuker. In de sprint zal ze nooit winnen. Maar onvermoeibaar. Kleibeuker zit erbij. Dit is een dame uit Chili. Viviane Rodriguez. Studeert tegenwoordig in Tilburg. We zagen haar ook vorig jaar meedoen aan het Open Nederlands Kampioenschap. En daarna greep de Internationale Schaatsunie in. Want Chili had vorig jaar nog geen schaatsbond. En toen mocht ze niet meer meedoen aan wedstrijden. Maar gelukkig mag dat inmiddels wel. Ze wilde eigenlijk naar de Spelen van Pyeongchang. Intussen een mooie kopgroep van 10 vrouwen bij elkaar. Eens even kijken wie daar allemaal in zitten. Dit is Kelly Schouten in het geel-zwart. Daarbij nummer 87, ook Elma de Vries. Achie Walsma, Danielle Beckering, ja ze zit erbij. 41 jaar, Ankie Itsma, Janneke Elzinga, Ria Westenbroek, Anneke Peters, Chantal Hendricks en Lisa van der Geest. Dat is een sterke kopgroep in de laatste 20 kilometer van dit kampioenschap. Deze groep zou een kans van slagen moeten hebben, waren het niet dat Kleibeuker de slag, zoals het heet, heeft gemist. Ja, en als Kleibeuker op kop gaat schaatsen, daar in het lichtblauwe pak, dan is elke kopgroep tot mislukken gedoemd. En dat is precies wat we hier zien. Kleibeuker trekt na haar val de boel weer in gang. Ook Bosma en Van der Stelt zitten daarbij. En Tauber achter Kleibeuker. En zo is er sprake van een nieuwe hergroepering. En dan gaan we naar de laatste 15 kilometer van dit kampioenschap. Totale afstand 80 kilometer. Janneke Elzinga hier op kop. En wie zit er ook nog bij? In derde positie, het is echt waar, Danielle Beckering. Vijfvoudig Nederlands kampioene, voor het laatst in 2007. Dat is dus meer dan 10 jaar geleden. Dit is haar laatste wedstrijd voor het Nederlands kampioenschap. Ze doet nog wel mee aan de alternatieve Elfstedentocht woensdag. En daarna volgt het afscheid van de Weissensee. We gaan naar de laatste omloop. Nog een uitlooppoging. Alweer van Kleibeuker. Ja, hier moet ze het van hebben. In de sprint is ze kansloos. En geef haar geen 200 meter. Dit kan ze heel lang volhouden. Maar het gevaar wordt onderkend. Met Bosma hier in de achtervolging. Zij moet die gaten dichtrijden voor Van der Stelt. En natuurlijk ook voor Lisa van der Geest. Kleibeuker gaat door. Ze heeft geen keus. Maar daar komt Van der Stelt. Met Tauber. En Kelly Schouten. In het zwart-geel. En in de laatste 10 kilometer wordt Kleibeuker hier ingerekend. En dan kan het haast niet anders of we gaan kijken naar een massasprint. Kleibeuker gaat nog even door. Het is met de moed der wanhoop. Kijk dan achterom en weet dat het tot mislukken is gedoemd. Het peloton schuift dan in elkaar en dan zoeken de sprinters elkaar op. Irene Schouten is er niet.
Zij is bezig met de Olympische Spelen, dus kansen voor anderen. En zo krijgen we inderdaad een lange sprint. Let op de dame in het rood, het rood-wit. Lisa van der Geest. Een paar keer ging ze op avontuur. Maar daar hebben we ook Clarissa van Maren en Achie Walsma zit mee voorin. Van der Geest schuift er voorbij en zij pakt inderdaad de Nederlandse titel. Ja hoor, Van der Geest wint. Van Maren wordt twee en Walsma eindigt als derde. Voor de derde keer succesvol op de Weissensee. 2 jaar geleden de Aart Koopmans Memorial. Vorig jaar de alternatieve Elfstedentocht en nou de Nederlandse titel. Maar aan het begin van het seizoen had ze andere ambities. Ja, weet je, Olympische Spelen was wel echt het hoofddoel. Maar ja, dit is gewoon ook heel mooi. Het is een Nederlandse titel, marathon schaatsen. Ja. Besef je dat al? Ja, zeker. Ja, het mag mooi aan mijn lijstje. Het is echt super mooi. Dus, wat heb je met de Weissensee? Die is jou zeer gunstig gezind, zo lijkt het. Ja, dit is nu inderdaad 3e jaar op rij dat ik win. En nu allemaal gewonnen. Ja, het gaat gewoon heel goed. We hebben een mooi team en dan gaat het goed.